Stango 3, de nieuwe Nederlandse kampioen bij de beloften. Jullie zaten in een toch wel vrij grote groep in de finale vooruit. Hoe kwam die groep tot stand? Het was eigenlijk gewoon heel de dag was het springen en demareren. Het is een beloftekoers, blijft altijd heel spannend. We hadden 10 rondes gedaan met nog 3 rondes te gaan. Dan kun je een keer mooi meeglippen en dan krijg je een klein gaatje richting de finish. Dan probeer je gewoon even vol door te trekken en kijken of je een gat krijgt van het peloton, zo gezegd. Dat bleek wel even een klein gaatje te zijn. Dus we proberen het gewoon mooi draaiend te houden. Maar het zijn toch 16 renners en blijft toch altijd lastig. En er vielen veel gaten, dus dat was altijd lastig. Ja. We gaan dan die laatste kilometer in. Hoe gaat dat precies? Want ik begreep dat Bas Tietema nog demareerde op het eind. Ja, dat blijft altijd lastig. Er kan iemand zomaar op het einde reageren. En als het even stilvalt, dan kan die al net genoeg meters krijgen om gewoon de overwinning mee te pakken. En gelukkig liep dat goed en kon ik mooi de laatste bocht doordraaien en mijn ding doen. Dus gelukkig viel dat niet tegen vandaag. Met deze mooie rood-wit-blauwe trui tot gevolg. Normaal ben je actief in het veld. Hoe ziet jouw programma de komende tijd eruit? We hebben gewoon na het veldritseizoen hebben gerust en toegewerkt eigenlijk naar het NK, dus naar deze periode. Nu gaan we een weekje rust en dan gaan we weer toewerken naar het veldritseizoen. Dus een weekje rust op trainingskamp en dan weer richting augustus, september om weer het echte veldrijden op te pakken. En is dat ook iets wat je wilt blijven doen de komende jaren, dat veldrijden? Ja, het veldrijden spreekt me gewoon heel erg aan. En die techniek en de explosiviteit, dat ligt mij gewoon heel erg. Dat blijf ik heel graag doen, ja. Het is dus niet zo dat deze Nederlandse titel daar iets aan verandert? Het verandert wel iets voor mezelf. Ik blijf gewoon altijd graag op de weg rijden. Ik ga gewoon nog heel graag crossen deze winter. Dus daar ligt ook jouw ambitie voor de toekomst? Ja, ik denk het wel.